Everybody tells me, nobody knows where my soul heads for, my body flows. Do they join up in heaven as the heart stops to beat? Does it count up to seven till eternal meet? Fingers tangle your body, do they tackle your soul? Oké, ik sta hier voor met schilderij. Mijn laatste schilderij. In mijn vrij nieuwe atelier. We zitten in coronatijd, zo heet dat. Dus daar heb ik ook maar eens een schilderij over gemaakt. Het zou kunnen heten, ik weet het nog niet precies, het zou kunnen heten... Er dwaalt een spook door de wereld. Dat lijkt me wel wat dit verbeeld. Spook, dat staat voor iets onverwachts, iets wat misschien eigenlijk niet bestaat, maar van de andere kant des te nadrukkelijker aanwezig is. Eigenlijk is het spook, het spookbeeld, dat is de angst zelf, zou je kunnen zeggen. Het is reëel, want angst bestaat. Maar we kunnen niets doen met die angst. Angst is zo ontzettend belangrijk. Facet van de hele coronacrisis, denk ik. Op grond van vrij vage tests... Van niet gezegd is dat ze aantonen wat ze zouden moeten aantonen, PCR-test. Jagen we elkaar schrik aan om besmet te zijn. Want als je iemand uit je omgeving besmet is, moet jij misschien wel in quarantaine. En ook al is het dan in de derde trap iemand die iemand kent, die jij kent, zeg maar, dan nog jaagt dat angst aan. Terwijl de kans dat het om een gevaarlijke situatie gaat... Klein is, denk ik. En dan zeg ik iets waar ik niet al te veel van weet. En het is moeilijk om alles te weten in deze tijd, want er wordt veel gelogen, vooral door de overheid. Maar ik denk dat in zo'n situatie van een derde traps, contactwaarschuwing, waar het in feite op neerkomt, de kans niet groter is dan... Een ander ongeluk wat je kan overkomen dagelijks in het leven. Er gaan dagelijks door ongelukken, nou wat zal het zijn, honderden mensen toch zeker wel dood. Dat kan je overkomen. En zo hebben we eigenlijk ook altijd tegen virusuitbraken aangekeken op een enkele na. En misschien waren ze soms gevaarlijker dan nu. Dat is het erge. We kunnen het eigenlijk niet meer goed verifiëren. Maar angst. Als je dus bang bent dat je besmet bent, bang wordt dat je ziek bent, dan kun je dat ook gaan denken dat je ziek bent. En dat is eigenlijk het meest beangstigende, want ik heb ook wel eens een kriebel in mijn keel of zo, dat is heel normaal. Ik knies wel een keer, een beetje irritatie van een stofje of zo. En soms voel je meer, of denk je meer te voelen. En eigenlijk weet ik dan dat als ik daarop doorga, dat het erger wordt. En het kan zo erg worden dat je echt ziek wordt. En dat het ene virusje wat misschien binnen is gekomen, zijn kans grijpt. Dat kan gebeuren. En dat moeten we dus precies niet laten gebeuren. In feite zijn die contactmeldingen, die tests op vage gronden... zou je kunnen zien als een poging om ons te vergiftigen. Niet met gif in de fysieke betekenis van het woord, maar het gif van de angst. Want die angst kan ons ziek maken. Die kan ons zelfs corona geven, want ja, van angst. Je denkt dat je wat hebt, je gaat wat slechter ademen, je krijgt het benauwd, je voelt allerlei vreemde dingen in je lichaam.
Je kan hyperventilatie krijgen. Je kan van alles krijgen ervan. En uiteindelijk kun je doodgaan eraan. Kun je doodgaan aan iets wat eigenlijk een nocebo is. Dus zeg maar het omgekeerde van een placebo. Je wordt niet beter, terwijl er eigenlijk geen reden is om beter te worden, zeg maar, behalve het mentale, wat bij placebo het geval is. Maar je wordt zieker, omdat je denkt dat je ziek bent. En dat effect, dat heb ik niet alleen zelf bedacht, het woord kende ik niet eens voor deze crisis. Maar ik heb het van anderen gehoord, van professionals ook. Onder andere ook van een farmaceut, ook van begrafenisondernemers die zagen, dachten te kunnen zien dat het misschien wel wat anders is dan het virusje waaraan die mensen overleden waren die ze langs krijgen. Als ze dus, ik vind dat een groot probleem is dat we elkaar niet meer kunnen vertrouwen, dat we de overheid niet meer kunnen vertrouwen. Dat we de overheid niet vertrouwen, maar ook niet kunnen vertrouwen. Want de grootste onzin komt van die kant. En natuurlijk komt er ook onzin van andere mensen die alternatieve waarheden opdissen, die ook niet altijd doordacht zijn. En ook met een zekere obsessie worden gebracht, zodat ze ook geen uitstap meer kunnen maken naar de werkelijkheid. Dus dan krijg je dat complotdenken werkelijk een fenomeen wordt, omdat mensen daar ook sociaal en psychologisch in gevangen raken. In een bepaalde manier van het afwijzen van wat er alles wat er van overheidshand komt. En er zijn natuurlijk ook wel eens dingen die gewoon kloppen van overheidshand. Er zijn gewoon dingen die fysieke, aantoonbare realiteit zijn. Zoals volgens mij bijvoorbeeld dat de aarde bol is. Dus dat vertrouwen, ik zou willen zeggen, laten we proberen toch op elkaar te vertrouwen. Hoe moeilijk dat ook is, want we worden tegen elkaar opgezet. Het klikken wordt bevorderd. Maar dat is toch wat we moeten aangrijpen. En we moeten niet het wantrouwen opzij zetten. Naar instituten vooral, die ons op het verkeerde been zetten. Maar proberen te vertrouwen in onze medemens. Dat kost mij heel veel moeite, want iedereen om me heen lijkt gevangen. In vooral een sociaal-psychologisch proces, in een geestelijk ziekteproces, in een psychose, in een massapsychose inderdaad, zoals het al eerder is aangetoond door mensen. Waarvan de kern is volgens mij, waarvan een groot deel van de kern is angst. Dus meer nog dan die andere comorbiditeitsfactoren die ook in dit schilderij staan, zoals armoede en dik worden, ademtechniek, slechte ademtechniek. Straling misschien ook wel, want het is wel aangetoond dat straling slecht kan zijn voor je lichaam. Hoe verre dat van invloed is, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Maar om het zomaar af te wijzen als zijnde een complotgedachte, dat weet ik niet. Dus de angst is reëel en die is hier in beeld gebracht. En ik hoop dat ik hem in beeld gebracht heb, zodat we hem ook bij zijn nekvel kunnen grijpen. Bij haar nekvel. Ook veel voor te zeggen. Corona, I presume. Maar misschien gewoon doorlopen.
body spreads seed, does my brain plant its greed? Do they still exceed heart's its temporary needs? I thought that I found it where everybody goes, but is anybody there if nobody shows? Like a drop to the sea, like a drip of my tears. Who knows where my soul goes in an eternal stream? It flows into eternity from anger to dream. Well, I can tell you where my path goes, escape temporarity, where eternity flows. Where the wind comes from, no soul still knows, that he's taking my heart to where the time goes.